ons. Allereerst welkom bij FC Eindhoven. Dankjewel. Je komt over van PSV. Wat heeft uiteindelijk de keuze voor FC Eindhoven gemaakt? Ja, ik denk dat ze met een heel goed plan kwamen. Mooi vooruitzicht om hier te gaan spelen. Het is de bedoeling om hier bij het eerste elftal aan te sluiten. Ik denk dat ik wel klaar ben voor het professionele voetbal. Dat is ook uiteindelijk mijn doel. Ja, je komt over van de onder 18 eigenlijk van PSV. Je bent zelf ook nog 18. Mm-hmm. Is dat uiteindelijk wel de drijfveer geweest? Van hier kan ik een stap misschien naar profvoetbal gaan maken? Ja, zeker. Ik wilde gewoon de stap zetten naar eigenlijk professionele voetbal. Dan denk ik dat de KKD een heel mooie opstap is om professionele voetbal in te gaan. Dan ben ik heel blij dat FC Eindhoven mij de kans geeft. Je bent zelf een middenvelder. In het persbericht werd al gezegd op 6 of op 8. Mm-hmm. Welke positie zou je zelf het liefst jezelf zien? Ik denk dat voor mij niet heel erg uitmaakt of ik nou op 6 of 8 speel. Ik denk dat ik allebei de positie goed kan invullen. Het ligt eraan waar de trainer me nodig heeft, denk ik. En wat voor type speler zou je jezelf dan kunnen omschrijven? Ik denk dat ik een speler ben met die goed aan de bal is. Goede traptechniek, goede passing en gewoon het team kan helpen in de voetballende opzicht. Je komt natuurlijk als redelijk jonge speler nu dadelijk bij de selectie. Mm-hmm. Wat is uiteindelijk je eerste doel voor het komende jaar? Ja, ik wil me denk zo snel mogelijk, gewoon zoveel mogelijk minuten maken denk ik. Uiteindelijk mezelf in de basis gaan werken en vanuit daar doorgroeien naar een belangrijke speler binnen dit team.